Hi there, this is Cheryl, vlogging for a change, and today I'm standing in front of the Waternet building, where Wereld Waternet and the Unie van Waterschappen, the Dutch water authorities, organized a day today about the Blue Deal. And the day was specifically about Burkina Faso and Mali. So two people were so kind to give a little interview and talk for my vlog about this day. And those people were Paula Dobbelaar and Koen Maathuis. And well, let's have a look. Mijn naam is Paula Dobbelaar. Ik ben adviseur van de minister van Water in Mali. Dus mijn rol vandaag was vooral om te vertellen van nou, wat speelt er in Mali? Wat zijn de cruciale problemen binnen het waterbeheer, maar ook institutioneel. Dus nou ja, hoe zou de Nederlandse watersector een bijdrage kunnen leveren? En dan ook specifiek op de Blue Deal. Dus hoe kunnen de waterschappen met andere partners nu lange, durige partnerschaps aangaan in Mali? Waarin je dus ook het verschil maakt en impact en dus ook laat zien zeg maar, dat water beter beschikbaar is of een betere waterkwaliteit is, droge voeten en nou ja, het beter managen van je water. Iets waar Nederland natuurlijk heel goed in is. Want hoe kun je ook bijvoorbeeld innovaties, nieuwe technologie die in Nederland aanwezig is, in Mali toepassen. Vooral ook als je kijkt naar bijvoorbeeld waterbeheer en het gebruik van satellietgegevens. Vooral als je dan ook weer wil werken in Mali in gebieden die onveilig zijn. Want Mali kampt natuurlijk met heel veel onrust in het noorden. En juist daar is het ook belangrijk om goed waterbeheer te doen. En met de Nederlandse technologieën kunnen we toch helpen om beter je water te beheren en te verdelen. En je plannen op aanpassen en dergelijke. Dus ja, ik vond het heel interessant. En ook de combinatie met Burkina, dus wat gebeurt daar, was voor mij ook interessant. En wat je ook zag vandaag is dat het echt ging van hele kleine projectjes, van echt dammen waar NGO's heel specifiek bezig zijn van hoe kunnen we hier nou specifiek het water verbeteren. En daarnaast ben ik als adviseur van de minister heel erg bezig met langetermijn documenten, de beleidsdocumenten, de waterwet, waarin we juist nu voor elkaar hebben dat Mali ook een soort van waterschap wil oprichten. En dat is wel nieuw en uniek. En dat biedt weer kansen voor Nederland. De Niger-basin is natuurlijk heel erg Mali, alleen de Volta. En dan als je dan het sub-basin, de Suru en de Mouroun in Burkina en de Suru dus Mali. En die samenwerking, die is er al. En institutioneel is er heel veel al om dat overleg tussen die landen te faciliteren. En er zijn duidelijk wel een soort van, nog niet zware conflicten, maar wel spanningen. En daar zijn we dus hard mee bezig. En omdat de waterschappen ook in Burkina heel actief zijn, maar ook in Mali, kunnen we daar juist voor zorgen dat, hè, dat ze om tafel komen. En daar zijn we nu heel erg mee bezig. Deze week zitten ze nu aan tafel, samen met de commissie MER ook in Mali, om het te hebben over een ontwikkel. Hoe gaan ze het gebied verder ontwikkelen? Nou, ze willen natuurlijk veel meer landbouwproductie. En aan de Burkina-B-kant is natuurlijk al veel meer landproductie in dit doel. Maar zij hebben de, zeg maar, de dammen, dus zij beslissen eigenlijk hoeveel water er in Mali is. Dus er is natuurlijk wel een duidelijk belang. Ja. En belangrijk om dat grensoverschrijdende waterbeheer te faciliteren. Want ja, water kent nou eenmaal geen landsgrenzen. En nou, dat is ook iets waar Nederland heel goed in is. Dus daar willen we echt heel graag, daar zijn we al mee bezig, maar daar willen we echt nog een stap verder gaan. Ik vind het heel erg belangrijk om die link met de Nederlandse watersector te faciliteren. En ja, daar krijg ik heel veel energie van. Ik hoop dat ik mensen inspireer. So, thank you for watching. It was a lot of fun to attend this day. Very informative. Nice to see how much the waterschappen are already doing in Mali and Burkina Faso. So, I hope it was informative for you. Let me know in the comments what you would want to know. See you next time. Bye!